Ja, goed, we kwamen heel snel op 1-0, wat wel lekker is tegen een ploeg dat compact speelt. Ja, dan gaan we rusten met een 3-0 voorsprong en dan wordt er ook gewoon in de rust gezegd dat we die voorsprong natuurlijk moeten uitbouwen. Ja, dan geven we in de tweede helft toch wel wat makkelijke goals weg. Wat eigenlijk niet nodig is, denk ik. Ja, en uiteindelijk scoren we zelf ook nog wat goals. En uiteindelijk, zoals ik zeg, kunnen we wel tevreden zijn met de overwinning. Ja, kijk, 3 punten zijn de belangrijkste. En volgende wedstrijd gewoon terug opnieuw starten. Hè. Ik bedoel, hersenen terug op nul en alles voor geven. Nee, dat is nooit een cadeau. Een ploeg die vooral op mentaliteit moet spelen. En ik denk dat we vandaag een beetje... Het enigste positieve wat ik vandaag toch gezien heb, is dat we de 3 punten mee naar huis hebben gebakt. Geen blessures. Ik denk dat het positieve is. En de rest is, met momenten was het niet goed. Dat moet ook gezegd worden. Oké, laat ons het positieve meenemen, dat is 3 punten. En de rest laat ons er vandaag over zwijgen. We zullen er maandag wel op training terug opkomen.